De gemoederen van de werkers van de medische zending MZ zijn verhit. Tot vanmorgen was hun salaris nog steeds niet uitbetaald. Medewerkers van het MZ Binnenland zijn naar de stad afgereisd om te protesteren. Volgens bondsvoorzitter Roy Haverkamp zijn de medewerkers de situatie meer dan beu. Vorige week is een deel van de subsidie overgemaakt, maar dat was niet voldoende om de salarissen uit te betalen, benadrukt Haverkamp. Volgens hem moest de rest van het bedrag nog gestort worden. Er is er geen geld meer bijgekomen. En het probleem dat er speelt, niemand kan ons nog precies zeggen wat het probleem is. Dat er gestort wordt en weer wordt afgetrokken. Maar daar moet er uiteindelijk wel een oplossing over komen. Omdat je eigenlijk niet zo door kan gaan. En we willen niet hebben dat we straks eind van de maand augustus weer hetzelfde probleem hebben. Dus die duidelijkheid moet er wel komen. Maar het punt is dat er tot op dit moment niet voldoende geld is om uit te betalen. En daarvoor over is er een toezegging gedaan dat er vandaag gestort wordt. Ik denk dat het erg belangrijk is omdat we vanaf we zijn begonnen, 26 juli, hebben we het gedaan met de leden van de medische zendingwerknemersorganisatie. De vorige week heeft het andere deel van het personeel hier zich ook aangesloten. Ze hebben ook besloten om tot 12 uur te werken. En vandaag hebben we ook de artsen van het binnenland erbij. Dat betekent dat in elk geval op die posten waar er geen arts is, er niemand is, er ook geen zorg wordt verleend aan de mensen. En ik denk dat dit wel een uiting is dat ook op dat niveau de mensen moe zijn geworden om te wachten op hun geld. En dat nu wel hoog tijd is dat de mensen hun geld krijgen. Volgens de medewerkers van de polis de Bronsweg en Guyaba, verpleester Tapoto Simone en arts Maarten Zorgdrager, is de situatie niet meer uit te houden. Het is jammer dat er nu alleen spoedgevallen geholpen worden, maar wij hebben geen keus. Want het leven in het binnenland is veel duurder dan in Paramaribo, zegt Zorgdrager. Er is nog niks op mijn bankrekening en ik vind dat heel jammer. In het begin waren we voorbarig van minister Pengel en vandaag is al 7 augustus. We hebben kinderen, we hebben schulden, we moeten de school betalen. Hoe verder? Wie betaalt dan de schuld bij de bankrekening voor mij? Niemand, de minister gaat het niet voor me betalen. Toch? Hoe verder? Vandaag is 7 augustus, wat moet ik anders doen? Wat moet ik aan mijn kindje geven? Ik heb een kindje van een jaar oud. En nu, ik moet de oppas ook betalen. Ik moet voeding voor dat kind kopen. Hoe verder? Ik weet er ook geen raad meer mee. Ik ben naar de stad afgereisd om 2 redenen. Natuurlijk om mijn stem te uiten hier. Hè, om te laten zien dat ik solidair ben met de MZ. Omdat ook wij geen geld ontvangen als dokters. En de tweede is omdat ik ook simpelweg geen geld heb om in het binnenland te verblijven. Ik heb een vrouw, ik heb 2 kleine kinderen. En wij moeten ook voorraden hebben. Wij moeten eten kopen. We zitten een maand in het binnenland om daar zorg te leveren. En dat geld hebben we gewoon niet. En nou, hoe staat het dan met de post als u naar de stad bent gekomen? Ja, dat is lastig. Natuurlijk is het zo dat ik 24/7 beschikbaar ben, nog steeds. Ondanks het feit dat wij niet betaald krijgen. Ik ben altijd telefonisch bereikbaar. En er zijn mensen op de post natuurlijk die wel zorgen dat de spoedgevallen afgehandeld worden. Maar ik ben er inderdaad niet fysiek op dit moment. En dat is vervelend. En dat is ook vervelend voor de mensen daar. Maarten Zorgdrager, arts Poli Guyaba. En daarvoor Simone Tapoto, verpleegster Poli Bronsweg. Onze nieuws sprak hen naar aanleiding van de protestactie van de medewerkers van de medische zending. Als de verwerking van het geld heeft plaatsgehad, moeten de medewerkers vanmiddag hun salaris hebben ontvangen.